Een railterminal zoals deze bij Reet langs de A15 moet komen, wordt een soort overslagstation. Hier worden containers van de trein af op een vrachtauto gezet of andersom. Het zou om 90.000 containers per jaar gaan en om dat te kunnen doen zijn er zo'n 700 vrachtautoritten per dag nodig. De actiegroep Over Betuwe Overbelast diende om verschillende redenen bezwaar in tegen de plannen. Een belangrijk bezwaar is dat het ontzettend veel overlast in de omgeving gaat opleveren. Het gaat heel veel geluid geven bij het stapelen van de containers. Ook van vrachtverkeer wat hier langs komt. En er komt ook een nieuwe weg waarmee de vrachtauto's bij de railterminal moeten komen, dwars door de achtertuinen van het buurtschap Reet hierachter. Vanuit BOB vinden we dat een behoorlijk gedeelte van onze gemeente aangetast wordt door deze plannen die niet nodig zijn, geen enkel nut hebben. En we hebben ook vreselijk veel moeite met de wijze waarop de provincie doordendert in afwachting van de zaak bij de Raad van State. En eigenlijk maling heeft aan allerlei beperkingen die erop gelegd zijn. Ze gaan gewoon door. Ja, de provincie wil al gaan beginnen met het slopen van een schuur. En toen dat niet mocht, nou willen ze alleen het dak eraf gaan halen. Het is echt te gek voor woorden. En ze willen ook al kabels aan leidingen gaan verleggen, terwijl ook dat door de Raad van State niet is goedgekeurd. Ik verwacht dat de behandeling ten voordele van de gemeente Over Betuwe uit gaat vallen, omdat de argumenten die we hebben zeer sterk zijn en die nauwelijks weerlegbaar zijn door de provincie. Ik denk dat het argument van stikstof, het argument van geluid, ook dat de twee belangrijkste zijn. De provincie heeft zelf maatregelen of regels waarop ze anderen afrekent wat betreft stikstof. En die passen zij op dit moment voor zichzelf niet toe. En daar hoop ik dat de Raad van State ons in volgt. Weet je, het is al de derde keer dat er een plan voor een railterminal komt. En ik hoop eigenlijk ook dat die voor de derde keer wordt afgeschoten. Maar ik ben er niet helemaal gerust op. Wij zijn er als buurt echt helemaal klaar mee dat we al 20 jaar door plannen voor de railterminal Gelderland gegijzeld worden. De Raad van State is het hoogste rechtsorgaan. Als die uitspraak doet, dan moet men zich daaraan houden. Zelfs als dit plan door de Raad van State goedgekeurd wordt, blijven we strijdbaar en gaan we beslist verder. Die railterminal gaat er echt, zolang ik nog iets in de politiek doe, niet komen. Er is al een railterminal in Emmerich, hier vlak over de grens, en die willen graag uitbreiden. En er is een hele grote railterminal in Venlo en dat is hier vlakbij. Daar kunnen we prima gebruik van maken. Het is helemaal niet nodig. Het kost ook nog een keer 100 miljoen euro. En je ziet dat de provincie gaat bezuinigen op openbaar vervoer, voor mensen, op cultuur, op allerlei van dat soort zaken. Terwijl ze gewoon 100 miljoen in de zak kunnen houden door gewoon zelf te stoppen met dit onzinnige plan. De behandeling van de bezwaren vindt maandag 28 november plaats. De uitspraak wordt zo'n 6 weken later verwacht.